Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer. Wees welkom op deze Lectio Divina van de 18 augustus. Op deze dinsdag willen wij ook heilige Dominicus priester. Hij werd geboren in Spanje en heeft ook zijn theologische studies te Palencia. En hij werd ook kanoniek aan de kathedraal van Osma. Dus deze heilige, deze priester, is ook de stichter van de orde der predike broeders en heel bekend. En hij stierf te Bologna op 6 augustus 1221. En zijn christelijke familie is heel bekend. De Dominicanen zijn bekend door hun theologische studies. Ze studeren vooral om het evangelie te prediken. En heilige Catharina van Siena was ook van zijn christelijke familie, maar van de derde orde. En door Dominicus en door de priesters van zijn orde hebben wij een rijkdom van homilie, hebben wij een rijkdom van preken, hebben wij een rijkdom van, ja, van mannen die werden verliefd aan het woord van God en het evangelie. En door hem hebben wij ook andere roepingen, zijn andere roepingen gekomen die een grote liefde heeft voor het woord van God. Uit het boek Numeri. In die dagen keerden Miriam en Aaron zich tegen Mozes, omdat hij een Cusitse vrouw had genomen. Hij was inderdaad met een Cusitse gehuwd. Zij zeiden: heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook door ons niet gesproken? De Heer hoorde dat, en omdat Mozes een zeer bescheiden man was, de bescheidenste van alle mensen op aarde, zei de Heer terstond tot Mozes, Aaron en Miriam: gaat met u drieën naar de tent van samenkomst. Zij gingen er met hun drieën heen. Nu daalde de Heer in een wolkkolom neer, nam plaats bij de ingang van de tent en riep Aaron en Miriam, die beneden naar voren traden. Hij zei: luistert naar wat ik te zeggen heb. Aan uw profeten maak ik mij in visioenen bekend. En ik spreek tot hen in dromen. Met mijn dienaar Mozes doe ik dat niet. Hij is mijn vertrouweling en heel mijn geest. Met hem spreek ik van mond tot mond, duidelijk en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalten van de Heer. Hoe hebt hij u tegen mijn dienaar Mozes durven keren? Toorn ging de Heer van hen heen. De wolk was met nog niet van de tent van samenkomst geweken, of Miriam zat vol uitslag. Het leek wel sneeuw. Toen Aaron zich naar Miriam keerde, stond daar een melaatse. Aaron zei tot Mozes: ach Heer, laat ons toch niet lijden voor de zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben. Laat Miriam toch niet zijn als een doodgeboren kind, dat half begaan uit de moederschoot komt. Mozes riep tot de Heer: o God, maak haar weer gezond. Woord van de Heer.
We danken God. Het is het boek Numeri en we hebben nog deze drie personages van dit boek. Mozes, Miriam en Aaron. En Aaron was ook een priester. Mozes was deze herder volgens het hart van de Heer. En Miriam was ook deze vrouw die ook toebehoren aan deze raad, aan deze beweging om het volk van Israël te redden van de slavernij in Egypte en te leiden door de woestijn heen om tot naar het beloofde land. Maar Miriam was niet content, niet tevreden met de actie van Mozes en ze heeft geklaagd. Ze heeft zijn moord tegen Mozes en zij wil de plaats van hem nemen. Totdat zij zegt, heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook door ons niet gesproken? Dus zij is niet tevreden en zij gaat klagen. Maar God zelf zal deze zaak oordelen. En hij zelf zal de karakter van Mozes voor ons bekendmaken. Hij zei, luister naar wat ik te zeggen heb. Aan uw profeten maak ik mij in visioenen bekend met mij en ik spreek tot hen in doordromen. Met mijn dienaar Mozes doe ik dat niet. Hij is mijn vertrouweling in heel mijn huis. Met hem spreek ik van mond tot mond, duidelijk en niet in raadsels. Dus God heeft een persoonlijke relatie met zijn profeet, met Mozes, met zijn herder. De herder die hij heeft gekozen. Beter te zeggen, Mozes heeft een persoonlijke relatie met God. Maar God erkent dat Mozes is de bescheidenste man op aarde. Mozes was nederig. En hij zou dat tonen, omdat God zou in melaatsheid zenden, sturen naar Miriam. Miriam werd melaatse, maar Mozes zou toch voor haar spreken. O God maakt haar weer gezond. Hij zou niet applaudisseren. Hij zou niet zeggen, heel goed God. Zij heeft geklaagd, nu kreeg zij wat ze heeft verdiend. Nee, hij zou zeggen, ja, God, alstublieft, medelijden, barmhartigheid, o God, maak haar weer gezond. En dat is in het hart van de herder, die zelf als de persoon niet hem erkent, als een herder, zou hij nog voor haar woorden spreken, bieden en haar verdedigen door zijn gebed. Het psalm komt uit de psalm 51. Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. Ik herken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik me vergrepen voor ogen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan. Dus zijt hij rechtvaardig in uw oordeel. Is het wonings dat hij welt gegrond. Ah, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was het dat mijn moeder mij ontving. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwake kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien. En zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: Wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als hij het zegt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: Kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en te schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: Kleingelovige, waarom hebt gij getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: Waarlijk, hij zijt de Zoon van God. Toen zij overgestoken waren, bereikten zij de kust van Genezareth. Toen de mannen van die streek hem herkenden, verspreiden zij in heel de streek het bericht van zijn komst en brachten hem al hun zieken. Zij smeekten hem of ze tenminste de zon van zijn kleed mochten aanraken. En alle die dit deden, werden gezond. Woord van de Heer. Wij danken God. Zijn verschillende acties en verschillende situaties die wij hier zien. Het begint met de broodvermenigvuldiging. Een paar versen voor, de eerste versen van de hoofdstuk 14 van Matthäus, zien wij de broodvermenigvuldiging. Daarna dwong Jezus een leerling in de boot te gaan, om naar de overkant te varen. Misschien daar om een woesten dag te hebben, om te bidden, om te rusten. Maar tegelijkertijd zou een tegenwind komen. Zij zijn in de boot. Ze zijn op de zee. En komt een onweer. En zij zullen midden in de nacht deze onweer hebben. En daarna zou de Heer plotseling komen, zoals een spook. Zij zijn bang en ze begonnen te schreeuwen. En onmiddellijk waren ze onrust. Onrust omwille van de situatie, de onweer, maar ook door deze visioen van een spook. En Jezus zou zeggen: Wees gerust,
ik ben het, vrees niet. Het is een woord van ontzag. Maar Petrus zou niet de Heer op de proef stellen, maar zou een daad van geloof verrichten. Heer, als Gij het zegt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei, kom. Hij stapte, hij is in geloof, maar tegelijkertijd zou hij de hevige wind voelen en zou hij zinken. Hij begon te zinken en te schreeuwen. Heer, red mij. Heer, red mij. Hij werd bang en dat is menselijk, dat natuurlijk is begrijpvol, maar hij zelf heeft gevraagd, maak dat ik op de zee kan wandelen om naar u toe te komen. En de Heer zou hem redden, maar hij zou ook dat zeggen, klein geloviger, waarom heb jij getwijfeld? De twijfel is de tegenstelde van het geloof. Waar veel twijfels zijn, is minder geloof of geen geloof. Als wij twijfelen van bestaat God, wat is naar het leven, maar waarom zo miserie? Als wij twijfelen, zinken wij op een donker gat en hebben wij geen licht van geloof om opnieuw te zien en opnieuw te beginnen. God zou hem redden. Hij zou niet zinken. Hij zou niet doodgaan. Maar Petrus moet groeien in het geloof. Omdat hij de rots van ons geloof is. Waarlijk, hij zegt de Zoon van God. Ja, zij in de boot hebben gezegd, waarlijk, hij zegt de Zoon van God. En daarna, in Genezaret, zou hij heel veel zieken genezen, reinigen, zuiveren. En zou hij zijn ministerie, zijn dienstwerk verder zetten als de Zoon van God, als de Messias. Maar wat hij vraagt van ons is het licht van het geloof. En zoals Miriam in de Easterlezing. Moeten wij meer vertrouwen hebben in de herders die God ingesteld heeft voor ons. En moeten wij ook, zouden wij moeten ook groeien in het geloof. Het geloof die het licht is van onze weg, van ons leven. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.